De slogan van dit jaar is de kracht van verandering. Met deze slogan dus wil de partij van Bart De Wever naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober trekken. De kracht van verandering. En wie beter om dat te verzinnenbeelden dan de man die veranderd is. De kracht van verandering. En vermagerd is Bart De Wever intussen al flink. Naar eigen zeggen een pak meer dan 25 kilogram. Je kan er toch moeilijk naast kijken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal de N-VA-voorzitter alom tegenwoordig zijn. U staat op alle affiches. Het wordt een nationale campagne. Ik sta niet op alle affiches. Er zullen wel degelijk andere affiches ook in het straatbeeld komen, maar dit is degene die we vandaag klaar hebben en presenteren. Die zal op de meeste plaatsen hangen. Het is duidelijk, de gemeenteraadsverkiezingen zijn voor N-VA een eerste test voor de parlementsverkiezingen van 2 jaar later. Mag Elio de Vlamingen die werken uitpersen als citroenen? Mag Elio het open grenzenbeleid in zaken asielimmigratie nog eens verder zetten? Of is het de beurt aan de N-VA? En kunnen we eindelijk overstappen naar een volwaardig confederaal model waarin de Vlamingen hun eigen lot bepalen? Tegen dan wil Bart De Wever zelf er wel mee stoppen als voorzitter. Bent u het beu als voorzitter? In 2014 ben ik 10 jaar partijvoorzitter. Ik denk dat dat sowieso genoeg is. Ik heb genoeg partijen zien ten onder gaan aan figuren die dachten dat ze de eeuwige leider waren. Ik zit zo niet in elkaar. 10 jaar is genoeg. Dan moet ik de fakkel kunnen doorgeven.